Kevin Jansen, Frank Sturing, Jari Schuurman en Kelvin Verdonk kregen donderdag in het Spelershotel een aantal lastige dilemma's voorgeschoteld. Shit, je ruilt met Messi voor een ander. Ja, lijkt me duidelijk. Voor mij is duidelijk. Ja, voor mij Messi ook. Ja, doe maar Messi dan. Kies ik toch voor Ronaldo, man. Real Madrid. Wat sta jij nou weer nee te schudden? Ja. Winnen in de Goffert of verliezen in Camp Nou? Winnen in de Goffert natuurlijk. Maar stel dat je daar zou verliezen, dan zou je wel... Goeie prestatie opnieuw. Ja, dan zou je Champions League spelen of zo, denk ik. En nu even eerlijk, bro. Ja, winnen in de Goffert. Ja, maar net NEC in Camp Nou spelen. Heb je toch iets goed gedaan? Hè? Winnen in de Goffert of verliezen? Nee, winnen in de Goffert. Ik zou in Camp Nou een keer willen spelen, zou ook wel vet zijn. Ja. Dus gaan we voor die, denk ik. We gaan voor verliezen. Met 4-3 winnen of met 1-0 winnen? 1-0. 4-3. Ja, voor mij met 1-0. Verdediger, clean sheet. Meer kans om te scoren. Ja, ik zou voor 1-0 gaan. Met die verdediging, met Kelvin en zo, dan krijg je sowieso wel doelpunten tegen. Dus. Ja, dat is waar. Ja, ik ga voor de 1-0. 4-3. Vrije assist of lelijke goal? Sowieso een lelijke goal. Wij maken echt geen lelijke goal. Nee, maar... Ja, ik heb nog geen doelpunt gemaakt, dus lelijke goal. Ik zou dan voor de vrije assist gaan. Nee, joh. Iedereen zal de assist wel vergeten. Ja, niet te veel. Nee, wel, man. Kijk, Jari scoort ook altijd lelijke goals. Ja, dat is waar. Hij is altijd blij. Dat was makkelijk. Altijd lelijke goal. Stoppen met voetbal voor 5 miljoen of fulltime voetballen voor 1600 per maand. Hey, laat me. Ik stop wel met 5 miljoen. Ik ga met je mee, bro. Stop. Ja. Nou, ik denk dat ik eventjes hier blijf dan. Ja. 6 miljoen is wel weinig, hoor. Ja, helemaal als je vergelijkt tegenover die 5 miljoen. Ja, maar dan voetbal ik wel gewoon met mijn zoontje of zo. Ja, gewoon voor het team. Gaan we voor die 5 miljoen. Gaan we voor die 5 miljoen. Video scheidt je niet. Ja, dat is lastig. Ja. Ik denk het wel. Het is gewoon eerlijkste, toch? Ja. Gewoon, vorige keer zat hij wel tegen. Ik vind van wel. Ja, ben ik wel mee eens. Ja. Alleen dat duurt af en toe zo lang voordat hij weer op terugkomt. Ja, maar ik ben altijd wel moe, dus kan ik een beetje uitrusten. Ja. Volgens het boekje zoals Dennis Hiegler of stevig zoals Bas Nijhuis? Ja, ik moet... Allebei niet. Allebei niet. Geel gaat van een van deze, of niet? Ik denk het wel. Of rood. Doe me stevig zoals Bas. Nee, ik vind ook Nijhuis. Nijhuis. Nijhuis sluit wel goed. Ja, ik heb nog nooit een wedstrijd onder Hiegler gevoetbald. Ja, ik denk dus, dat... Die ga ik me heel geven. Van allebei een beetje, want soms moet je een wedstrijd een beetje aanvullen, toch? Ja, dat is en dan wel. Ga je lopen fluiten omdat het maar moet. Maar hij fluit weer zijn eigen wedstrijd. Dat is ook weer niet goed. Bas Nijhuis. Ja. Ja. Kijkt hij? Ja. Goeie scheidsrechters voor allebei. Ja, dan ga ik toch voor Bas naar even. Ja, gewoon Bas. Stevig. Klassieke afsluiter. Oh. Nooit meer seks of nooit meer voetbal? Zoals ik al zei, dan zie je mij nooit meer voetbal. Klassieke afsluiter. Lees maar voor, Kel. Nooit meer seks of nooit meer voetbal? Ja, dat is dan een mooie afsluiter. Ja. Ja. Nee, ik weet het niet, maar ik zeg je eerlijk, het is moeilijk. Ja, dat is een hele moeilijke. Ik nooit meer dilemma's, man. Met linkerhand. Je hebt altijd je hand nog. Ja. Nee, dat is moeilijk. Moeilijke keuze. Oneerlijke keuze. Echte oneerlijke keuze. Ga je kiezen? Oh, wat zeg jij? Maar, ik kies het niet. Kies jij maar. Nee, ja, die laten we onbeslist. Ah, ik ga hier geen keuze uit maken, want deze kan je niet kiezen. Onmogelijk. Ik hoop dat ik het allebei niet hoef mee te maken, zeg maar. Ik doe mij maar nooit meer seks. Ah, een leugenaar! Wat een leugenaar, zeg. Ja, jij kiest ook. Kies ja. Niks. Oei, oei, oei. Forza NEC en RN7 gaan mee op trainingskamp. Dankzij F-Graphics, Massage Nijmegen, F-Work, Jacques Bongersdranken, woningbouwprojecten Heikant en Café de Zaak